Ja, dit is voor mij toch wel een uniek moment. In mijn ogen ook de dikste M5 die ooit is gebouwd. De E39, die ik zo'n 9 jaar geleden verkocht. Heel veel discussies, gehad. Ja, dat moet je doen, dat moet je doen. Toen kreeg ik heel veel geld voor die auto. 37.500 euro. Niemand betaalde zoveel geld voor een M5. Hij was ook nieuw. Al die jaren ben ik op zoek geweest naar een nieuwe Silverstone M5, want ik had een lege nesten gevoel. En dat is niet gelukt, kan ik je vertellen. Tot een aantal dagen terug dat ik op internet zat en dacht, hey, die lijkt er wel verdacht veel op. Kilometerstand gekeken, 800 kilometer verschil met degene die ik toen had. Dus 40.000 originele kilometers. En toen verkocht ik hem voor 37.500 euro. Een aantal dagen terug moest ik hem terugkopen voor 77.500 euro. 40.000 verschil. Maar ja, gewoon niet nadenken en gewoon doen. Want ik ben heel blij dat ik hem weer in bezit heb. Een originele E39 M5 in de eerste lak als nieuw. Hoppa. Kijk, fabrieksnieuw noemen ze dat, hè? Maar dit is bijzonder te noemen. Maar hoe ziet zo'n auto er nou eigenlijk in het normale leven uit? Die dagelijks bereden is. Zijn ze er überhaupt nog wel? Ik heb er eentje gevonden, dus ga met ons mee. Ja, wat is dit toch een geweldige auto. Dat is niet normaal. Hij is echt nieuw, zeker nadat ik hem even heb kunnen proeven weer, dan weet je van ja, daarom heb je zoiets toch weer aangeschaft. Ik zou er eigenlijk nog één willen kopen, maar dan eentje waar dat best wel wat werk aan zit, denk ik. Ga ik vanuit, maar dat weet ik niet zeker. Het valt natuurlijk altijd een beetje tegen als we ergens gaan kijken. Ik had net gebeld voor de M5. Ja, klopt. Rick van Stippend, hallo. Hey, Dijkson, hi, welkom. Ja, ik heb net voor het eerst weer eventjes een stukje rondgereden met een E39 M5, maar het is toch wel ja, super waardig, auto. Hè? Ja. Oh, hier mist alleen een instaplijst. Ja, klopt. Er zit er maar eentje in. Hoezo dat dan? Ik heb er hier eentje en zelfs die is afgebladderd. Oh ja. Kijk. Ja, ja, ja. En had die voor jou dat ook dan, die je nou hebt, zeg maar, of niet? Die van mij? Ja? Nee. Wil je hem zien? Ja, heel graag. Ja? Dat vind ik wel mooi. Ik denk dat er maar een paar. Ik vraag mij af of er überhaupt in Nederland iets is wat er niks staat. Helemaal niks. Nee. Jemig. Ja. Kijk, jij bent een BMW-man. Ja, joh. Hier, moet kijken. Jeetje. Maar om even aan te geven, dit is originele navi erin. Ja. Ja. Die is van de facelift. Ja. Pook je nog helemaal. Ja, alles nieuw. Ja, nou ja, dat kan ik niet anders verwachten van jou. Ja. Wat een ding, hé. Ja, niet normaal, hè? Jeetje. Ja. Je dacht, die kleur is ook goed, hè? Ja, die kleur is ook goed, hè? Prachtig. Ja. Die uitlaat, joh. Kijk, hij gaat er wel gelijk onder liggen, hè? Jeetje, mina. Ja, je zou hem eigenlijk even eens op de brug moeten zetten. Dat is ongelooflijk. Ook in die wielkuiven zie je dat. Dat is dus geen vuil, hè? Dat is allemaal originele wax. Het zwart moet eraf en het geel moet blijven zitten. Ja, het wordt best wel een lastige opdracht.
Kijk, motor. Hey, maar dit pak jij ook allemaal aan, hè? De technische, gaat dat hele blok aan elkaar bij jou? Of? Nee, niet met een auto met maar 40.000 kilometer. Nee. Dit is alleen... Nee, maar ik bedoel voor het schoon en netjes maken. Oh jee, er valt van alles. Zal ik hem heel even verzetten? Dat is maar schouw dik. Ik verzet hem heel eventjes. Eén moment. Ja, ik heb beter de heg weg kunnen halen. Jij ziet echt wel, als ik zeg tegen jou 77,5, daar schrik je nog niet misschien van. Nee. Maar ja, nee. Zo werkt het nou eenmaal. Ja. Dus ja, nu jouw auto. Nou. Ik maak hem heel even dicht. Eén moment. We zijn hier in Waardenburg. Oh ja, in Waardenburg. Precies, alleen... Okay. Alleen s'nachts. Alleen s'nachts actief. Alleen met de auto nieuw. Oh ja, tuurlijk, ja. Ik heb hem gekocht van een jongen die... Oh ja, hier trouwens die raamlijst. Ja, ja joh. Holy ja. Shit. Ja. En hier. Holy shit, hé. Hier zo. Hier. En de binnenkant de spiegel. Ja. Ja, die heeft er dan geen roest, maar wel... Ja. Maar die insta-pleisten zitten er gewoon helemaal niet in, hè? Nee. Kijk, wat ik denk, hij moet technisch aangepakt worden. Ja. Compleet gespoten. Oh ja. Echt compleet. Lijstjes, matten, ja. Pookje. Geldt ook voor de gordelhouders. Navigatie vind ik niet storend. Is wel facelift, maar dat is rondom de ramen. De hoedenplank is... Is helemaal los. Die schijven die zijn... Ja, dat is gewoon helemaal klaar. Ja, dat is helemaal klaar. Dat klopt. Kijk, jij weet waar je hem voor ingekocht hebt. Ja. Je hebt natuurlijk een hele mooie reclame. Ja. Dus er moet verdiend worden, maar zo min mogelijk, zeg ik. Zo min die mogelijk. Zou ik, ja. Ik ga even voor je kijken, kom maar aan. Ja. Het is, laat ik zo zeggen, het is een auto met veel werk, maar hij is onverprutst. Dus het is geen lappenmand, zeg maar. Even kijken. Het differentieel is lek. Ja, dus die kap aan de onderkant, zo, dat doe jij ook allemaal. Ja, die kappen zijn kapot. Dan moeten gewoon nieuwe onder dan. Je ziet toch wel het verschil met een Ford, een Volkswagen of een BMW, hè, van die tijd. Kijk, wij zien hier ook geen andere merken, wij doen alleen BMW. En daar hangt de Range Rover. Wat is het? Ja, dat klopt. Ja. Ik heb hem gezien. Ja, mooi, maar kan ik het niet maken, Rick? Nee. Wil je draaien? Klein stukje, ja. Ja. Kan dat? Ja. Nou, dan gaan we eens even een klein stukje rijden. En dan ben ik benieuwd. Ja, ik vind het een geweldige auto, zo'n E39 M5. En een echte klassieker. Wordt extreem duur, wordt elke dag duurder. Zeldzamer en mooier. Dat is ook nog eens een feit. Ja, ik krijg toch wel een lach op mijn gezicht van zo'n auto, dat is toch ongekend weer. Hè? Elke keer weer. En die kleur is goed, hè? Dat Le Mans blauw. Met dat, ja, dat karamel interieur. Zeker als dat echt fabrieksnieuw is, dan is dat natuurlijk super, hè? Hij heeft wel... Ja, het is wel... Jeetje, wat een heerlijke auto is dit, joh. Wat een heerlijke auto. Ja, die motor is wel goed hoor. Die motor is goed. Ja, top jongens. Echt top, top, top. Keep on smiling, hè? Ja, heel dik. Jeetje. Goeie auto. Wel met wat werk, maar niet onoverkomelijk. We gaan eens even kijken of dat we een deal kunnen maken. En er mooi naast geparkeerd. Ja,
Ik dacht dat was makkelijk. Schril contrasten met die van jou. Ja. Kun je er nog iets af doen? Zonder garantie, zonder iets, gewoon zo meenemen. Dat is toch een fair prijs dan? Top. Oké. Okay. Yes. Dan zet ik hem nog even binnen. Ja. Dan geef ik die aan jou. Ja. Oké. Okay. Dan gaan wij het item bij deze ook afsluiten. Je moest nog maar naar Best. Want ik moet nog naar Best en ik heb jou anderhalf uur geleden opgebeld en het staat nu alweer op camera. Dus ja. In ieder geval dank voor jouw gastvrijheid. Leuk. Ja, graag gedaan. Ik vind het ook leuk dat je, want je bent een van de weinigen die ziet met die 1,39 die ik meegenomen heb, ja. dat toch wel iets aparts is. Ja, ja. Ja, maar ja, daar moet je ook wel een beetje liefhebber voor zijn. In die kleur en in zo'n staat. Maar we gaan die blauwe op het niveau maken van die Silverstone. Oké. Okay. Dus laten we dan afspreken dat als ik hem zo heb, dan kom ik even terug. Dat vind ik leuk. Bij deze. En dan zeggen we, vergeet je niet te abonneren, moet ik even zeggen. Vergeet je niet te abonneren en te liken. En tot, wat zeggen we dan? Woensdag. Dankjewel. Nou, hartstikke goed. De groeten. Hey, bedankt. Ja. Hey.